Even dat je gek van... Een auto? Ja, wat is er mis mee? Er is alles mis mee als jij het bent. Nou, zeg, piraat. Dan moet jij zeggen. Je houdt het verkeer op. Haastige spoed is zelf goed van aarde geworden. Dat zeiden onze grootvaders al. Als ridders moet je juist oog hebben voor hen die niet zo snel gaan als jezelf. Voor hen die... geen heilig broeder. Zeg, tegen wie heb jij het eigenlijk? Tegen een ridder zonder rijbewijs. Nee, wie denk je dat je bent dat je tegen mij zo tekeer kunt gaan? Als ridders van het hete hangijzer moet men op ons kunnen rekenen. Hallo, Koen en Reinhard. Ja, hier. Neem nou dit tragische geval. Staat je fietsen? Ja. Ja, dat is ook typisch iets voor jou, hè? Ik de oversteek en daar staat daar een wagen en dan kijk je in. Kijk, een tragisch geval, joh. Ontzettend. Oh, ja, ja. Nee, maar hier kun je tenminste nog wat van leren. Leren? Wij? Van een kind? Kom nou. Nou, wij. Jij eigenlijk. Ik? Nee, die man die naast je staat. Nou, goed. Voor u, meneer. Voetgangers in verdrukking bij het snelverkeer. Vooruit, plak gas van aarde worden. De ridders nemen weer een zaak ter hand. Zij gaan voor niemand aan de kant. Dat is mooi, hè? Dat ze een brug slaan tussen mensen. Alleen maar rotzooi hier. Hier houdt het land op. Kijk. Ja, geniaal, hè? Ja, ik doe het niet, Koen. Ik wil je wel afduwen, maar daarna ga ik lopen. Lopen? Over het water, als je Reinhard heet. Niet erover, eromheen. Wat is er trouwens mis met mijn naam? Dat is geen argument, Koen. Ridders hebben een verhoogd zinkrisico. Dat jij met het bootje naar de overkant wilt... Zo'n gammel bootje, dat moet jij weten, Koen. Ik doe het niet. Het scheelt tijd. Nou, zo gaat het niet. Kom op, Reinhard. Jij eerst. Dit wordt ons laatste avontuur. Niemand die er ooit achter komt dat we zo aan het eind zijn gekomen. Nou, kom op. In de hoge golven. In de steven van zijn bootje. Door het water werd bedolven. De zee die geeft. De zee die neemt. De zee die geeft. De zee die neemt. Die boot die zinkt niet. En jij ook niet. Goed begrepen? Nou, kom. Hier zitten. Klaar, af! En roei, en roei, en roei, en roei, en roei, en... Wat schiet die erg op, hè? Je moet ook roeien! Ja, ik doe mijn best! Het gaat gewoon niet sneller! Noem je dat roeien? Kijk, roeien doe je zo. En roei. En... Dat zie je nou wel, jij kan er ook niks van! We draaien nog steeds in rondjes! Als jij nou precies hetzelfde doet als ik, dan zul je zien dat het goed gaat. Klaar? Wacht even. Ik zeg klaar. Ik zeg wacht even. Ik wil er even netjes voor gaan zitten. Oké. Af! Zo. 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 Klaar. Af!
Ja, sorry hoor, ik doe precies wat jij doet. Ik roei, maar het gaat gewoon niet sneller. Jij doet wat ik doe, ja. Maar dan wel in het water. Nou, schiet op. Klaar, af. En roei. En roei. En... Nou, tempo houden, Reinhard. En roei. Ik heb je gewaarschuwd, Koen. Ridders horen niet op het water. Nou, ga jij er maar achterin zitten, dan roei ik wel alleen. Kom op. Pas op, pas op. Zeeman, wat zullen we doen met een dronken zeeman? Wat zullen we doen met een dronken zeeman? S'morgens in de vroegte. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Land is echt! Dat haal. Kan niet. En nu al? En haal! Het kan de overkant toch niet zijn? Natuurlijk is het wel de overkant. En haal! Wat zullen we doen met de dronken zeeman? Je zingt weer. Wat de... Zing! Nee, Koen! Nee! Zij zingen, niet roeien, zingen! Roeien, Koen! Roeien! We zijn er... Wat doe je nou? Ik doe niks! Doe dan wat, pak een roeispaan! Geniaal! Geen nood, we hebben nog een roeispaan! Oen! Wil ik er wat aan doen? Nee, laat me, ik ga hulp halen! Nee, Koen, Koen, laat me niet alleen hier! Varen. Wie is u? Ja, kom op nou, varen! Wat is er aan de hand? U verstoort nogal bruut mijn rust. Reinoud! Ah, Reinoud, aangenaam. Mijn naam is Van Voorst. Nee, Koen. Nee, Van Voorst. Peter Van Voorst, om precies te zijn. Nee, Koen is mijn naam, mijn maat is Reinoud en hij drijft af. Hier op de plas? Ja. In een bootje? Nee, in een auto. Nou goed, kunnen we nu varen? Ja, ik wil wel varen, maar kunt u niet beter de brandweer bellen? In een auto te water raken? Nou, dat is geen sinecure. Ja, maar Reinoud... Die drijft hier ergens stuurloos rond in een bootje in die plas hier. Dus ik moet hem helpen. Oh, je hoeft me verder niets uit te leggen. Ik begrijp het. Laat me even langs. Dan zet ik even het motortje aan. Komt u nou in dat bootje terecht? We wilden naar de overkant. En hij wou per se per boot en jij wou gelopen? Nee, andersom. Jij wou in die boot en hij wou gelopen? Precies. Maar hoe kom jij dan hier en niet in die boot? Ja, foutje. Mijn foutje. Nou, Reinoud. Ik hoop maar dat je het volhoudt. Het heeft geen enkele zin. De boot loopt meteen weer vol. Zo vlug als water. Koen? Koen! Bellen! Koen! Koen! Reinoud! Je zinkt! Ik zing helemaal niet! Hallo! Je moet hozen! Hozen!
Dat kon ik zien. U stond ervoor. Hij is boos. Van nu af aan is het echt afgelopen. Voortaan ga ik alleen nog maar lopen. Nu meteen. Nou, een dagje extra, dat moet niet uitmaken. Maar vanaf morgen ga ik echt alleen nog maar te voet. Ben jij Camille? Ja. Heb jij die brief gesneden? Welke brief? Deze? Ja. Mooi zo. Dan ga jij hem nu voorlezen. Nee. Zo. Hallo Koen en Reinoud. Ik woon tegenover de Burgstraat. Daar staat een friettent en een bloemenkraam. Als ik wil oversteken, dan staat daar een wagen. Daar kun je niet omheen kijken. Ik ben daarom bijna al 10 keer aangereden. Groeten. Groeten? Groeten. Oh, ja. Dus dat stuk metaal moeten we even wegzetten? Nou, fluitje. Ja. Dat is een fluitje van een... Ja. Laten we nou maar even gaan lopen en dan gaan wij een plek zoeken voor die bus. Ja? Oké. Weet jij een plek? Nou, daarachter. Dit hier. Ja, tussen die twee bomen in. Oh, dat is een goed plekje. Kijken. Ja, dat past wel een bus. Oké. Okay. Jij houdt hier de wacht. Okay. En je houdt het plekje vrij. Goed? Oké. Okay. Ja, dan zullen wij het vaak hier eens eventjes wassen. Reinoud. Oh ja. Wat voor kleur was die bus ook alweer? Geel. Nou, dat moet lukken, hè? Kom maar mee. Blijf wachten, hè? Hier, moeten we hierin? Nee, we moeten hierin. Moeten we hierin? Ja, hier moeten we in. Moeten we hier oversteken? Ja. Geen gele bus. Wat een soort hebben ze hier tegenwoordig. Ja, maar we moeten een bus zoeken. Doet u mij maar een bosje van die paarse. Ja? Nou? Ja, moet je prijzen doen. Ja, en een gele bus. Gele bus. Camille heeft ons geschreven dat hij last heeft van... Die gele bus. Gele bus. Gele bus. Camille. En dat betekent dus dat zijn probleem ook uw probleem is. Ja. Oeh, en wat gaan we eraan doen? Want die bus... Dat is de vraag. Inderdaad. Die bus die staat op zo'n manier dat Camille niet meer kan oversteken. Shit. Nou, ja, dat wordt moeilijk. Dat gaan we doen? Inderdaad. Ik heb hem al weggezet voor Camille. Wacht u hier, ik ga Camille halen. Ga Camille halen. Wat is... Vind ik croissant? Nee? Wat is er nou het probleem? Ik moet... Oh, kijk uit! Ik kijk ook uit! Je maakt me telkens aan het schrikken. Het is hartstikke gevaarlijk we hier. We gaan eerst naar dat jongetje. Het is een koud hangijzer. Ja, het is niet zo heet. Staat helemaal geen gele bus. Dan staat hij er niet, hè? Nee, maar ja, jij zei dat hij er wel staat en dan zijn we helemaal voor niks gekomen. Ja. Ja. Nou, kom maar even mee. Ga me het zelf zeggen. Hier, bij de bloemenkraam. Ik wil ik oversteken. Dan staat daar een wagen en dan kijk je niet omheen en ik ben al bijna 10 keer aangereden. Toch? Ja. Dit is zo, hè? Ja. Verschrikkelijk lijkt me dat, ja. Daarom zet ik hem tegenwoordig op de verkeerplaats. Tegenwoordig, ja. Na 11:30 als ik uitgelost laaien ben en zo. Dus voor 11:30 niet? Nee, dan ben ik hier aan het laaien en lossen. Dan maar hoe lang duurt dat? Voor alles er staat, dat duurt wel tot 11:30. Tot 11:30. Dus voor 11:30 zet u hier hem neer, maar na 11:30 is het hier altijd vrij? Altijd vrij. En het belooft u dat het voortaan ook altijd vrij is? Voortaan altijd vrij. Vind jij dat goed? Goed zo. Jawel, dan ben ik hier toch niet. Is dat beloofd? Dat is beloofd. Nou, is het dan een beetje afgekoeld? Ja. Is het afgekoeld? Ja. Huh? Nou, Nou, dat is dan opgelost. Dat kan niet weer, hè? Ja. De medailles. De medailles, ja. Ja. Even halen, hè? Even halen. Ik heb ze niet op zak. Nou, oh. Maar...
Koen, ik heb wel een heet hangijzer. Maar wat is het dan? Ik ga hier niet nog een keer over. Dat doe ik niet. Moet je kijken, het is hier veel te gevaarlijk. Heet hangijzer. Dat moet opgelost worden. Wat gaan we doen dan? We gaan een oversteekplaats maken. Nou moeten we dus hier een oversteekplaats hebben. Zebrapad. Ja. Ja. Dus als u het verkeer wilt tegenhouden met assistentie van deze edele verkeersbrigadiers. Ja, zullen we dat doen? Ja? Nou, doe maar. Jullie weten hoe het allemaal moet, denk ik. Nou, dan zullen we het verkeer doen. Nou, daar gaan we. Nou, de krijtjes. Aan de slag. We zijn vandaag twee hete hangijzers opgelost. En dan krijgen we nu de medailles. De medailles. Ah, ik heb nog haar al. Een heel hete hangijzer. Ja, pas je al. Moet jij hem vasthouden? Oké, daar kan ik ook niet bij. Ja. Ja, ik vind toch dat ik hier veel te weinig goud op zit, hoor. Een medaille moet toch goud zijn? Een medaille moet goud zijn! Waarom zijn we... Waarom, hij heeft toch veel te stiften? Waarom kan hij dat dan niet even goud? Een medaille is een medaille. Zullen we dat ruilen?